echt enorm veel sirenes. En dan weet je dat het mis is. De straat stond vol met ambulances. Dus men was voorbereid op het allerergste. Het ergste is natuurlijk ook gebeurd met iemand overleden. Vannacht om 3:30 botsten deze passagierstrein en een goederentrein op een bouwkraan van ProRail. Het ongeluk gebeurde vlak naast een woonwijk. Dat was denk ik een heftige nacht voor u. Dat was een hele heftige nacht. We werden wakker door een getoeter en ik denk van de NS-trein. Maar goed, het gebeurt wel vaker 's nachts, dus ik dommelde weer een klein beetje weg. En vlak daarna een knal, heel veel trillingen. Ik dacht eigenlijk misschien wel een aardbeving. Het leek ook wel een vliegtuig wat overkwam. Het was echt ongekend. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Ze waren bezig met werkzaamheden. Daardoor was ik al enigszins wakker. En vervolgens waren er twee knallen, explosies. En wisten we vrijwel direct dat er iets ernstigs gebeurd was. En daarop zijn we gaan kijken. En voordat je dan ziet wat waar gebeurd is, neemt enige tijd. Maar ik denk dat na 10 minuten de eerste politieauto arriveerde. En vervolgens ook andere hulpdiensten. Ja, vreselijk geschrokken. En er kwamen al vrij snel politie en ambulances. Echt heel veel ambulances. Brandweer, nog meer politie. Dus we hebben even gekeken en waren echt in shock. De trein vaag en mensen door het veld. En uiteindelijk, tijdbesef verlies je snel in dat soort situaties, kwamen er ook mensen hier naartoe. En die zijn toen hier in dit rijtje opgevangen. Uiteindelijk waren dat er niet zoveel. Nee, want er zaten 50 mensen in de trein. Ja. 50 mensen in de trein. Een deel is hier dus opgevangen. Niet bij ons, maar bij de buren. Iedereen had zijn deuren open, maar uiteindelijk was er dus niet zoveel nodig. En die zijn uiteindelijk of door familie opgehaald of met bussen weggebracht. Echt enorm veel sirenes en dan weet je dat het mis is. Ja, en toen de traumahelikopter. En het bleef maar gaan. Dus ja, dan weet je echt wel dat het heel erg is. En ik ben wel boven uit het raam gaan kijken en toen zag ik dat het hier was. Dus vandaar dat ik nu even kom kijken. Ja, toch maar wel, want dit is zoiets afschuwelijks.